Goedenavond, beste kijker ook van Rijnmond.nl en Radio Rijnmond. We hebben de live-uitzending met burgemeester Abu Talib eindelijk weer eens. Want het is alweer een tijd geleden dat hij bij ons te gast is geweest in de studio. Ja, de zomer is zo langzamerhand weer voorbij, al zou je dat op dit moment niet zeggen. Bestuurders keren weer terug naar de raadzalen. De balans wordt morgen opgemaakt met een bijzondere editie van Prinsjesdag. Betekent ook weer de maandelijkse terugkeer van burgemeester van Rotterdam op je radio. Maar gezien de crisissituatie in ons land en dus ook in onze regio kun je toch moeilijk spreken van een zomerreces. Welke uitdagingen staat de burgemeester van Rotterdam en voorzitter van deze veiligheidsregio te wachten? Hoe gaan we de herfst in? En wat is jouw vraag aan de burgemeester? Bel 010-436-4436 of stuur een mail naar radio@rijnmond.nl. Ahmed Abu Talib, welkom. Goedenavond. Hoe gaat het met u? Nou, druk. Lekker druk, ja. Ja, nee, het is eigenlijk wel behoorlijk druk. Ik combineer niet het ambt van het zijn van burgemeester van de stad Rotterdam met alles wat daarbij hoort. Mm-hmm. Als voorzitter van de raad, voorzitter van het college en allerlei andere dingen die je als zelfstandig orgaan burgemeester moet doen met veiligheid. Maar ja, de andere rol, de voorzitter van de veiligheidsregio, die vraagt nu echt heel veel uren per dag. Ja. Dat is een aanzienlijke verzwaring van de taak van de burgemeester van Rotterdam. U was vandaag in Utrecht. Ja. Bij de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Ja, het tweewekelijkse overleg wat wij normaal gesproken zouden hebben vandaag. Het overleg van vandaag was eigenlijk een soort intern overleg van de burgemeesters van 25 regio's over reguliere agenda, over een brandweer-CAO en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar vandaag hebben we ook de minister van Justitie in ons midden gehad om te praten over de stand van zaken van de stijging van de besmettingen en dat nog een beetje proberen te duiden ook nog. Ja, is daar goed overleg? Het is op zich goed overleg. Tegen elkaar? Nou, nee, het was goed overleg. Je moet uiteindelijk vaststellen dat we te maken hebben met stijgingen die nu niet bij hele duidelijke clusters mensen te vinden zijn, weet je wel. Maar de meest duidelijke uitspraak die je kunt doen is dat we te maken hebben met een cluster tussen 20 en 30 jaar, die leeftijdsfase. Eén, er zitten veel studenten tussen, niet alleen in Rotterdam, maar ook in Delft, in Nijmegen, in Groningen. Dus we hebben wat clusters studenten. Maar wij vermoeden ook dat we te maken hebben met clusters migranten die de overheidscommunicatie in de Nederlandse taal niet goed begrijpen. Mm-hmm. De vraag is, wat ga je daaraan doen? Dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar één ding voor mijzelf is, ik ga nu met die groepen de komende dagen wel in overleg om te kijken of zij zelf nog mogelijkheden zien om te helpen. Ja. Is dat een taalbarrière inderdaad? Ja, die migranten? Want je zou zeggen, als die migranten kijken wel naar hun eigen, misschien naar hun eigen. Ja, maar dat zegt niks over de maatregelen hier. Nee, dat is waar. Dus men is wel redelijk geïnformeerd dat er een probleem is. Mm-hmm, en ik zie soms oudere migranten op Zuid, als ik daar rondloop, met een mondkapje ook nog. Terwijl dat niet verplicht is. Dus mensen zijn wel bewust van het feit dat er iets is. Maar je ziet toch wel dat er veel huwelijken worden gesloten waar anderhalf meter echt niet wordt gerespecteerd. Nee, dat er gedanst wordt. Helaas pas nog een groot voorbeeld van gezien natuurlijk. Ja, maar ik heb er ook foto's van gezien en filmpjes daarvan ook gezien. Ik doe dat natuurlijk op iemand anders. Maar. Ja, dat is helaas, dat snap ik. Maar dus dat is toch blijkbaar wel het negeren van het toch een wezenlijk overheidsadvies. Maar we hebben ook heel veel kleine, wat wij noemen kleine christelijke kerken in Nederland. Dat zijn echt tientallen die uit verschillende hoeken van de wereld mensen vertegenwoordigen. Dus ik roep ze wel bij elkaar de komende dagen om aan hen te vragen van, zien jullie nog mogelijkheden om die communicatie beter over het voetlicht te krijgen? Ja. En kan ik jullie daarbij helpen om verder te communiceren? En ik ga ook de studenten vragen van, zien jullie nog mogelijkheden? Want die besmettingen die daar aan de orde zijn, die vinden op twee plaatsen plaats. Dat is in de studentenhuizen, maar ook soms horeca gerelateerd. Mm-hmm. Waar mensen toch onvoorzichtig zijn. Ja, alcohol in de man en dan heb je net. Hè? Dan worden we al gauw plakkerig aan elkaar. Ja. Wat ik begrepen heb, wat er vandaag ook is besproken, dat is, tenminste, dat begreep ik uit het Binnenlands Bestuur. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn kritisch op de voorkeurspositie die leerkrachten krijgen bij testen op corona. Ja. Ja. Wat is het probleem? Nou, het is niet zo'n probleem. Het is, kijk, ik snap Hugo de Jonge ook goed. Hè. Die heeft mij dat afgelopen vrijdag ook nog een keer toegelicht in een gesprek met drie burgemeesters. Mm-hmm. Amsterdam, Den Haag en mij. Hij zei, kijk, als die jonge kindertjes geen les krijgen, dan worden ze naar huis gestuurd. Ja. En als dan de docent dan getest moet worden, en het duurt lang voordat die uitslag komt, bij zo'n spreken 48 uur of 72 uur, mm-hmm.
dan is er voor die kinderen thuis geen oppas. Dan moeten de ouders thuis blijven. Dan worden die ouders aan het economisch verkeer ontrokken, zoals het dan heet. En kunnen ze niet gaan werken. En dan veroorzaak je maatschappelijke schade. Dat is iets anders dan op een ROC, waar als een docent uitvalt en de kinderen naar huis moeten, dan zijn ze 16, 17 en kunnen ze op zichzelf passen. Dus die redenering snappen we wel. Alleen, ik had gehoopt zelf persoonlijk dat voor deze voorkeurspositie voor mensen in de zorg en voor mensen in het onderwijs, dat daarvoor een aparte leen wordt georganiseerd. Dus ook bovenop de capaciteit die we hebben. Uh-huh. En nu gaat het ten koste van de capaciteiten die we hebben, waardoor op deze manier anderen wel weer in de vertraging worden gezet. Ja. Dat is overigens voor Rotterdam nog niet onmiddellijk een probleem. We kunnen nog voorlopig goed vooruit, maar voor andere collega's in de regio is dat wel een probleem. Dus we zeggen niet nee tegen de minister. De uitdrukking, de burgemeesters zijn kritisch, is passender. Oké. Burgemeesters zijn kritisch, gezond kritisch. Ja. Eergisteren werd bekend dat Rotterdam, Amsterdam en Den Haag de coronaregels strenger gaan handhaven. Hè? U zegt net ook tegen mij van ik ga ook met specifieke groepen in gesprek. Ik weet dat er overmorgen is te overleggen. Hoe dat dan zal moeten gaan. Die strengere coronamaatregelen. Of die coronaregels. Maar kunt u vast wel een tipje van de sluier oplichten? Nou, de minister-president zei dat we strenger gaan handhaven. Mm-hmm. Maar eigenlijk handhaven we al behoorlijk. Vind ik zelf. Hier en daar zie je dat een aantal dingen echt verslapt. Ik vind de supermarkten echt verslappen. Mm-hmm. Ik vind dat de supermarkten echt weer terug zouden moeten naar wat we in het begin deden. Maar zijn dat de supermarkten of is dat gewoon het publiek? Nee, het is ook supermarkten zelf. In het begin had je iemand bij de supermarkt. Ja. Daar staat ervoor. En dan worden mandjes karretjes geteld. En dingen schoongemaakt. En als er geen karretjes meer, dan moet je wachten totdat het vrij is, et cetera. Dat is vrijwel nergens. En ik denk dat het goed is om ook via RTV Rijnmond de boodschap over te zetten van vrienden, let op je zaak. En ik denk dat het goed is dat daar ook wat meer opgelet wordt. Is er op de handhaven? Er is wel op de handhaven, ja zeker. Ik bedoel, als we zouden de handhaven, gaan naar binnen en het is niet in orde, dan kunnen we daar... Maar wordt er dan alleen gehandhaafd met een collega van ons? Er is een collega van ons, het handhaven op 1,5 meter. Ja, precies. Er is een collega burgemeester die een supermarkt in het oosten van Nederland gesloten heeft. En volgens mij zelfs een boete van 10.000 euro heeft opgelegd. Ja. Dus het is ook de komende periode zullen we veel van dit soort reminders weer communiceren richting sector. Ook op de markt valt me op dat zowel de marktkooplui een beetje in de berusting terecht zijn gekomen, maar ook het winkelend publiek op de markten. Daar is wat in het klad gekomen als het gaat om 1,5 meter. Dus begrijpt u het? Snapt u waar het vandaan komt? Ja, natuurlijk snap ik het. Ik ben niet vreemd op deze aarde. Mm-hmm. Ik snap heel goed de drang om te zeggen van laat nou maar. Weet je, dat snap ik ook heel goed. Het probleem is alleen dat als je zelf besmet bent, dan besmet je anderen. En daardoor weer anderen. En daardoor weer anderen. We hebben een situatie gehad niet zo lang geleden van een vrouw die besmet was. En die was gevraagd door de GGD om haar het netwerk op te geven. Zoals we die mensen kunnen waarschuwen om eventueel te testen of in quarantaine te gaan. Nou, ze heeft een heleboel mensen opgegeven. Maar één persoon had ze niet opgegeven. Haar zoon. Mm-hmm. En waarom? Maar ze was bang dat hij uiteindelijk in quarantaine moet. En dat hij niet kon trainen bij een voetbalvereniging. Ja. En uiteindelijk bleek dat jongetje toch besmet te zijn. Ja. En hij heeft een behoorlijk aantal mensen van zijn voetbalteam uiteindelijk besmet. Het is van belang, denk ik, dat we eerlijk zijn en te beginnen ook naar onszelf. En ons realiseren dat als je niet helemaal open en eerlijk bent, dat je ook anderen vervolgens in gevaar kan brengen. Dus het is wel zaak dat we opletten. Het lijkt me wel vermoeiend om iedere keer weer die boodschapper te moeten zijn. Ja, maar daar heb je burgemeester Abu Talib weer, of daar heb je weer die voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, weer met die boodschap. Het is ook zo. Maar u heeft vandaag waarschijnlijk ook de site van het Algemeen Dagblad gelezen. Die kijk ik regelmatig. Een woordvoerder van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Die voorspelt, nou ga ik iemand citeren, hè, want meneer Simons van Leefbaar Rotterdam, die verweet mij een soort futuroloog te zijn. Maar ik citeer nu gewoon iemand die daar verstand van heeft, van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die voorspelt voor de maand oktober en november in Europa aanzienlijke aantallen besmettingen en aanzienlijke aantallen doden. Citaat. Algemeen Dagblad site van vandaag. Ja. En van die periode zijn we niet zo ver verwijderd. Het is maar 2 weken.
2 weken. We moeten nog beginnen. Als dan de zaak uit de hand loopt, dan gaan we ons tegen die tijd afvragen, wat hebben we in de voorbije maanden niet goed gedaan met elkaar? Maar als u dit nu leest... In die positie zou ik niet terecht willen komen. Maar als u dit inderdaad nu leest bij onze collega's van het AD, wat... Ik schrik ervan enorm. Ja, maar, en vervolgens dan? Ja, en dan denk ik van, dan is het weer taak aan mij om via u en alle kanalen die ik heb, om tegen onze bewoners in de regio te zeggen, let op je zaak. Jezelf discipline opleggen. Ik weet het, dat is moeilijk. Maar als we het op die manier doen, houden wij de kans dat dat kleiner wordt in tijd. En als we dat niet doen, dan loopt dat langer. En dan hebben we gedurende langere tijd met z'n allen geweldige last van. En hopelijk niet, maar misschien ook nog doden en veel meer besmettingen de komende maanden als de scenario's van de Wereldgezondheidsorganisatie uitkomen. Ja. Ik zeg het ook omdat ik natuurlijk een klein beetje refereer naar de kritiek die u heeft gekregen van met name horecaondernemers die op zijn zachtst gezegd teleurgesteld zijn in uw uitspraken over bijvoorbeeld het Fermi-model van de horeca, de buffers die de ondernemers niet zouden hebben. Dat zei u op het ondernemersontbijt in Blue City. Dan bent u dus die boodschapper van dat nieuws. En ik heb aan een horecaondernemer gevraagd, is het nou de boodschap van burgemeester Abu Talib of de voorzitter van de veiligheidsregio Abu Talib die u niet bevalt? Of is het de boodschap die u niet bevalt? Het is nou eenmaal niet leuk nieuws om te horen. Nee, de werkelijkheid is zo dat ik die mededeling gedaan heb uit zorg. Ja. Ik ben zelf als burgemeester betrokken bij de besluitvorming en misschien zelfs initiatiefnemer van het uitbreiden van de terrassen afgelopen zomer, samen met vele andere mensen. De politiek was daar ook bij betrokken. Om het ook te doen zonder vergunningen en om het te doen zonder legerskosten daarvoor in rekening te brengen. Vraag is aan welke ondernemer wij in Rotterdam dat gedaan hebben. Mm-hmm. De openbare ruimte aangeboden, je mag exploiteren zonder vergunningen, zonder... Daar ben ik uiteindelijk ook als burgemeester aan te pas gekomen. Ik heb niet zo lang geleden, op hetzelfde ontbijt overigens, gezegd, ik sta open voor initiatieven om winterterrassen te organiseren met elkaar. En dat besluit gaan wij morgen in het college nemen om dat te gaan toestaan. Er is nu een motie van D66 aangenomen in de gemeenteraad. Dat ondersteunt dat beleid, dat is prima. Maar de werkelijkheid is wel zo dat een groot deel van de mensen waaraan horeca in het centrum van Rotterdam geld verdient, die zijn er niet. Mm-hmm. Dat zijn de werknemers aan het Wena. In al die grote kantoorkolossen, Shell-gebouw, het Nationale Nederlandengebouw en al die toeristen in de hotels, et cetera, die komen een broodje halen, die komen een lunch, een werkbespreking, een cadeautje kopen voor een jarige zoon of voor een jarige dochter, die zijn er voor een groot deel niet. De stad Rotterdam, ook al wij als werkgever op het stadhuis, loopt een minimaal aantal mensen rond. En als je normaal gesproken tussen 12 en 1 vanaf mijn werkkamer kijkt naar buiten, dan zie je horde ambtenaren naar buiten gaan om een uurtje te lopen en te eten en te drinken. Dat moet je toch zorgen kunnen baren als ondernemers in het centrum. Ja. En nu hebben we natuurlijk nog geld van het Rijk, waardoor heel veel van die horecaondernemers toch nog in de benen gehouden gaan worden. Maar hoe lang is dat? Mm-hmm. Ik hoorde de directeur, dat is dan, ik citeer weer iemand, hè, geen futuroloog, maar ik citeer niemand minder dan de directeur van Horeca Nederland. Mm-hmm. Die zegt, een mogelijke terugkeer naar normaal wordt voorzien in de zomer van 2022. Mm-hmm. 2022. En ik denk dat als de burgemeester van Rotterdam zegt, dat is het de langere tijd. Voor de korte termijn kun je het misschien nog uitzingen, maar voor de lange termijn kunnen er misschien problemen ontstaan. Zullen we het gaan hebben over, kunnen we misschien andere dingen doen? Ja. Als je aan mij vraagt, hè, want u heeft gesproken met Robert Willems. Mm-hmm. En hij vraagt aan mij en aan de minister van Justitie om de 1,5 meter regelafstand op terrassen af te schaffen en 4 mensen op 1 tafel toe te staan. En terwijl hij weet dat de 1,5 meter de Achilleshiel is waar het hele beleid op gebaseerd is. Hij gaat niet komen. En als de beheerders van nachtinstellingen, nachthoreca, tegen mij zeggen, burgemeester, gaat ons lobbyen helpen om de nachthoreca open te krijgen, terwijl dat een behoorlijke bron van allerlei ellende kan zijn, dan is zeer de vraag aan de orde, wie moet zich nu werkelijk afvragen, hoe moeten we in de nabije en de verre toekomst verder met horeca en de nachthoreca? En dat is met gemakkelijk. Te gemakkelijk om te zeggen, de burgemeester ziet ons niet zitten en praat ons ellende aan. Nee, ik wil heel graag het eerlijke gesprek aan over de vraag, waar staan we nu? Wat zijn de obstakels die op de weg liggen? Hoe lang gaan die duren? Ik ben niet de meest creatieve man voor de horeca, want ik kan geen biertappen. Dat zijn anderen veel beter dan ik. Maar
Ik kijk naar mensen die onderzoek doen, naar de WHO. Maar ik kijk ook naar Horeca Nederland op nationaal niveau. En je ziet hotels in Amsterdam zijn begonnen hun kamers te verhuren voor de longstay. Dat is een realiteit van deze dag, omdat ze weten dat het niet over een maand over is. En ik denk dat het belangrijk is om die realiteit aan de dag te leggen en met de overheid het gesprek aan te gaan. Wat staat je nog te doen? Misschien kunnen wij. Staat er binnenkort nog een gesprek op stapel? Nou, hij staat nog niet gepland. Maar laten we zeggen, de vonken van het persbericht wat Horeca Rotterdam heeft uitgegeven, zijn nog niet helemaal geland. Je kunt bellen 010-436-4436, ook als je nu kijkt naar Rijnmond.nl met jouw vraag aan de burgemeester 010-436-4436 of even een mailtje sturen naar radio@rijnmond.nl. Meneer Aboutale, we hebben een aantal vragen binnengekregen over Feyenoord City. Dat is een heel ander onderwerp. Dat is een heel ander onderwerp. Gezellig. Ja, nee, daarom. Ja. Een van de vragen luidde, wat heeft u de afgelopen periode gedaan om dit proces vlot te trekken en hoe staat u hier nu in? Nou, vanochtend 8:30. Ja, ik was er vanochtend om 8:30 mee bezig, samen met de betrokkenen, zowel aan de kant van het stadion als de voetbalorganisatie, samen met wethouder Vergils. Dus dat heeft volop de aandacht, zou ik zeggen. Ja, maar kunt u er wat van? Nou, het is niet aan mij om te communiceren over wat er bij Feyenoord gebeurt, dat moet Feyenoord zelf doen. Maar wij als stadsbestuur zijn in afwachting van besluitvorming aan de kant van Feyenoord. Uh-huh. En Feyenoord-organisatie als stadion, maar ook als voetbalorganisatie. En ik verwacht dat ze over niet al te lange tijd met een statement zullen komen. Ja, goed. Een beller. Eens even kijken. Ja, we gaan even een beetje van de hak op de tak, meneer Aboutale. Miranda Hagers uit Rotterdam-Zuid, die heeft gebeld. Mevrouw Hagers, goedenavond. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Zeg maar. Ik mag het zeggen? Ja, zeker. Ja, ik vroeg me af, ook een heel ander onderwerp inderdaad, maar hoe de burgemeester keek naar het feit, naar de dreigende sluiting van gemeente, van het stadsmuseum, van Museum Rotterdam. En het daarbij behorende oorlogsmuseum. Hoe daar tegenaan wordt gekeken en of daar nog wat mee gedaan wordt. Want ik denk toch dat een stad als Rotterdam zeker wel een stadsmuseum verdient. Ja, nou dat laatste zijn we het met elkaar over eens. Ik denk dat Rotterdam altijd een museum zal hebben. Het adviesorgaan, de Raad van Cultuur, heeft gezegd alleen de manier waarop het museum nu in het leven staat en de manier waarop het functioneert, dat verdient niet om gesubsidieerd te worden. Maar ik ben ervan overtuigd dat zowel de Rotterdamse politiek, de Rotterdamse Raad als het college gewoon met elkaar in conclaaf moeten over wat dan wel voor de komende jaren. Ik ben er absoluut van overtuigd. Dus, we zullen altijd een museum in Rotterdam hebben. Ja, nee, dat hoop ik ook. Ik hoop dat ik u daarmee gerustgesteld heb. Het is deze verschijningsvorm waar de Raad voor Cultuur bezwaar tegen heeft. Oké, okay. Nou dan hoop ik. Ik zou zeggen, volg het debat en volg de discussie. Een mooie vorm. Ja. En fijn dat u zich daar zorgen over maakt, want dat is wel prettig. Ja, nee, ja, zeker. Want ook omdat het museum toch ook wel een mooie rol speelt, ook voor scholen. Zeker ook voor het oorlogsmuseum. En educatieve functie heeft. Ja. Dus ja, dat. Dat heel waardevol is. Ja, nou, goed om te weten. Miranda, dank je wel voor je bel. Ja, graag gedaan. Dag. Fijne avond. 010-436-4436. Kregen ook door dat Dick en Anja van Veen uit Hoogvliet vinden dat u zich hard moet maken om ervoor te zorgen dat dit museum niet dicht gaat. Nou, ik ga mijn best doen. Dat beloof ik. Goed. Ja. Ja, toch even terug naar corona. Ja. Ik was toch even benieuwd. Het is alweer 2 weken geleden dat het is beëindigd. Maar hoe kijkt u terug op het mondkapjes-experiment? Nou, eigenlijk wel goed. Ja? Ja. Ik vind het wel goed dat we het gedaan hebben. En ik ben ook tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. Dat onderzoek laat zien dat de vraag of mensen elkaar kunnen ontwijken in drukke gebieden niet afhangt van mondkapje of geen mondkapje, maar van de beschikbare ruimte. De onderzoekers hebben de camerabeelden vergeleken van de periode van het experiment met de periode daarvoor zonder. Ja, en die komen tot de conclusie dat het mondkapje niet betekent dat er minder mensen naar het centrum zijn gekomen. Dat was wel een opvatting die met name de winkeliers hebben uitgebracht de afgelopen periode. Dat blijkt niet het geval te zijn. Er komen dus niet minder mensen. Het onderzoek zegt niks over de bestedingen in de winkels. Dat weet ik niet, want dat onderzoek ging daar niet over. Het ging over de openbare ruimte. Ja. En ik denk dat het goed is dat wij Amsterdam-Rotterdam gedurfd hebben dit experiment te doen. Om vooral ook te leren voor onszelf.
Ik heb nu geen reden om hem te gebruiken. Dus hij zit nu wat mij betreft in het gereedschappenkistje wat ik heb. En als dat nodig is, kunnen we daar een keer naar grijpen. Maar op dit moment niet. Nou, u haalt net dat onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie aan. Ja. En dat we mogelijk in Europa, dus ook hier, te maken kunnen krijgen met grote klappen. De Wereldgezondheidsorganisatie is onomstotelijk voorstander van het mondkapje. Ja. Heeft zelfs een tijdje geleden min of meer op een ludieke manier onze minister van Volksgezondheid aangeklaagd, omdat hij geen mondkapje draagt. En ik denk dat het... Nou ja, goed, u zegt het zit in mijn gereedschapskist. Ja. Hè, dus het argument van de WHO zit ook in uw gereedschapskist. Ja. Dus het is niet ondenkbaar dat we over misschien, als de herfst, als de R goed in de maand zit, weer straks op een aantal plaatsen met een mondkapje rondlopen in Rotterdam. Wat we heel graag willen, ook met mijn crisisteam, wij willen proberen zo goed mogelijk maatregelen te nemen die aansluiten bij de beelden die we opdoen. En nu zien wij dat die besmettingen in de leeftijdscategorie 20 en 29 zitten. Mm-hmm. Dat die bij studenten aan de orde zijn en migranten. Nou, dan, als je dan maatregelen neemt, dan moet je maatregelen nemen die daarbij aansluiting vinden. Als zou blijken dat er in centra van steden al winkelend, et cetera, het probleem ontstaat met besmettingen, zou dat een instrument kunnen zijn. Maar het type, de beelden en de feiten waar we nu over beschikken, duiden daar niet op. Dus dan is het nog niet een logische stap om te zetten. 010-436-4436 of radio@rijnmond.nl. Via de mail gekregen, zowel Marcella Alfrink als Jacqueline Bluskens uit Hoogvliet maakt zich zorgen over hun woonplaats Hoogvliet. Bent u op de hoogte dat Hoogvliet ook bij Rotterdam hoort? Jazeker, en Hoek van Holland ook. En daar heb ik het hele weekend doorgebracht. Ja. Nou ja, goed, het is vaak gehoord. Hè, van, sinds dat we afscheid namen en dat de gebiedscommissies kwamen. Hè, dat we afscheid namen van die deelgemeentes. Deelgemeentestelsel. Ja. Zou er te weinig oog zijn voor die deelgemeentes? Ik heb het ook gehoord in Rozenburg bijvoorbeeld. Ja. En ze zeggen ook van ja, de groenvoorziening schiet tekort. We hebben de aandacht. Hè. Ja. Ik ben geen wethouder. Ik ben geen wethouder, dus het is denk ik goed dat, als burgers ook hele concrete opvattingen hebben over groen of over honden of et cetera, om zich ook te wenden tot het college. Ja. Dat kan ook via mij overigens. Mm-hmm. Ik kan het wel overbrengen. Maar de aandacht, het kan niet waar zijn dat de burgemeester geen aandacht heeft voor de, wat wij noemen, de kleine kernen. Mm-hmm. Ik ben zeer regelmatig in Rozenburg, zeer regelmatig in Pernis, zeer regelmatig ook in Hoogvliet. Ik werk een dag in de week in Carnisse. Mm-hmm. En afgelopen weekend was er mijn jaarlijkse contact met de inwoners van Hoek van Holland, waar ik en vrijdag een deel van de middag, de avond en zaterdag de hele dag heb doorgebracht. Dus het contact met de persoon burgemeester is er echt wel aan de orde. En wat er aan de orde is dat soms de bewoners van die gebieden het gevoel hebben dat wat zij willen niet gehonoreerd wordt. En dan ontstaat er een conflict met wat zij noemen de koolsingel. Ja. Maar dat is een ander verhaal dan dat er geen aandacht is voor de gebieden. U bent, zie ik net hier, een uitnodiging. U bent uitgenodigd op de koffie in Hoogvliet. Nou, wat mooi. Altijd goed om een uitnodiging. Hoe drinkt u uw koffie? Met een beetje warme melk. Nou. En een zoetje. En een zoetje. Nou, dan is dat duidelijk. We gaan naar Rien Vreugdenheel uit Rozenburg. Nou, dan zal je hem net hebben, Rozenburg. Rien, goedenavond. Ja, goedenavond. Zeg het maar. Ja, burgemeester Abu Talib, wij zijn geschrokken voor het plaatsen van 2 extra windturbines op de Langton in het begrazingsgebied. Kon het niet anders? Het probleem waar je mee zit met windmolens is dat niemand ze wil hebben. En nergens. We hebben een debat gehad in de gemeenteraad afgelopen week, waarbij een behoorlijk aantal mensen in de gemeenteraad zeiden liever niet van die windmolens en ketelplein. De Partij voor de Dieren zei, en als je ze plaatst, maakt ze dan zwart in verband met vogels. En zo zie je dat op heel veel plekken de windmolens niet geaccepteerd worden. Maar een van de plekken waar ze logisch geplaatst kunnen worden, dat is dicht bij de waterweg of dicht bij de Noordzee, omdat daar natuurlijk de wind behoorlijk beschikbaar is. Nou ken ik van deze 2 modus niet alle details, dus dan moet ik het concreet antwoord schuldig blijven. Mijn vraag is, heeft u contact gehad in deze met wethouder Bonte, want die gaat daarover? Ja, wij doen dat met de gebiedscommissie. Oké. Die hebben weer contact met...
met de wethouder. Vast, ja. En met Bonte. En dat, ja, die gesprekken, die hebben we goed. Maar wij zijn toch geschrokken over de twee extra. Want er staan er al 12. Ja. Ik weet dus niet wat de laatste stand van zaken is van het overleg met de gebiedscommissie. Dus het antwoord moet ik er schuldig blijven. Ik wil met alle plezier morgen de wethouder Bonte aan marge van het college aan zijn jasje trekken. Ja. Maar ja, ik moet u het concrete antwoord schuldig blijven. Ja, u hebt beloofd bij de laatste voor de corona-meeting in de kerk hier. Jazeker. Wij zijn allebei bij elkaar. En toen had u wel beloofd van, ja, je krijgt iets moois voor terug. De distributielozen die gingen niet door. Na heel veel demonstraties uit Rozenburg. Ja. Toen hebben we meegestemd met Bonte en met diverse mensen uit de gemeenteraad voor de plaatsing van een walstroomhuis. Ja. Nou, die wordt best wel groot. Daar is al een heel stuk natuur is er eigenlijk opgeofferd. Maar wat ik bedoelde toen met die bijeenkomst in de toenmalige kerk, was dat u daar iets moois voor terugkrijgt. Want naarmate daar meer schepen aan de walstroom worden gelegd, heeft u geen uitstoot in de lucht namelijk. Nee, maar ook niet, onbelangrijk. Nee, we zijn blij ermee. Maar ja. nu wordt er weer natuur wordt er ingeleverd. Ja. Nou, een windmolen kost niet zo heel veel natuur. Maar ik snap wel dat er verzet tegen bestaat. Dan geef u aan dat overal in Nederland, waar je de windmolens wil plaatsen, altijd verzet. Maar ze moeten wel ergens staan. Want tegelijkertijd willen heel veel mensen, ook bij u in de buurt, dat die kolencentrales dichtgaan. En ergens moeten we onze elektriciteit vandaan. Rien van Leugdenheel, ik moet het hierbij laten. Dankjewel voor je bel. 010-436-4436. Kregen via de mail, meneer Abu Talib, een mailtje van Michel van der Neut. Die had een aantal vragen. Nou, daar komt hij. Waarom gelden er op bijvoorbeeld de Hoogstraat vanaf de Binnenrotte in Rotterdam tot de Coolsingel geen verplichte looprichting? Nu lopen mensen vaak tegen het verkeer in. Het zorgt voor lastige en risicovolle momenten bij het naleven van de coronaregels. Ja, nee, er zijn heel veel straten in Rotterdam waar het niet aan de orde is. Denk bijvoorbeeld aan Binnenwegplein. Mm-hmm. Dat is het krioel daar van mensen. Dus je moet een beetje een beroep doen op mensen. Want een verplichte looprichting betekent dus als je in deze richting loopt, bijvoorbeeld rechts, en je wil oversteken naar een winkel aan de overkant, dat je helemaal de straat moet uitlopen, moet gaan terugdraaien, ben je als het ware slaaf van die pijlen, om weer de andere kant hier uit te lopen, je hebt om bijvoorbeeld die winkel op te zoeken. In de Koopgroot heb je ook van die tussenpassages. Ja, dat zijn korte afstanden. Ja. En de Hoogstraat is behoorlijk een hele lange straat, als je het over de hele linie moet doen. Dus benadeel je op die manier, dat is ook de balans die je altijd moet zoeken, en benadeel je op die manier de ondernemers. Nou, maar de Koopgroot zijn korte afstanden. Ja. Nou had meneer Van der Neut nog een vraag. Een vraag over de buitenruimte in zijn wijk. De Stadsdriehoek, struikel je over fietsen en elektrische huurscooters. Dit zorgt ervoor dat trottoirs voor voetgangers en minder valide steeds minder goed begaanbaar zijn. Dit in combinatie met de corona-uitbreiding van horecaterrassen geeft dit gevaarlijke situaties. En daarbij is het geen verfraaiing van de omgeving. Kunt u hier aandacht aan schenken en verbeteringen in aanbrengen? Ja, goede vraag. Kijk, een allesoplosser. Ja, nou, een allesoplosser. Dat doet denken aan een soort chemisch product. Nou, zo bedoel ik het niet, maar ja, dat wordt aan u gehangen. Nee, kijk waar je mee zit is natuurlijk die buitenruimte. Zeker op sommige plekken is schaars. Daar hebben we van meter van eigenlijk voor gewaarschuwd. Zeker meneer Van der Velde voor de Partij voor de Dieren. Die heeft daar echt, toen wij besloten om dit terras uit te breiden, echt een behoorlijk punt van gemaakt. Maar je gaat daar dus wel frictie krijgen, hè? Ja. Want hoe ga je die buitenruimte verdelen? Dat is schaars. Hoe ga je die verdelen? Ja. Scooters of fietsen of horeca of allebei. Maar ik wil met alle plezier en na laten kijken naar die plek. Als die huren scooters daar onnodig staan en ze kunnen op een andere plek ook staan, wil ik er best na laten kijken. Dus graag dat mailtje even doorzetten. Ja. Dan kan ik de handhavers even naar de locatie sturen. Meneer Abu Talib, we hebben het over dat we met z'n allen natuurlijk af en toe ook misschien een klein beetje vergeten dat corona er is, totdat we weer worden geconfronteerd met allerlei cijfers. Dat je het in de supermarkt, u gaf het net al aan, hè, dat je toch steeds meer ziet dat mensen toch wat dichter naast elkaar lopen. U bent ambtswege altijd iemand die heel veel mensen ontmoet en met heel veel mensen praat. Hoe vult u dat in eigenlijk? Wat heeft het voor impact voor uw ambt? Nou, als burgemeester heeft dat behoorlijk impact op mijn ambt, want een heleboel werkbezoeken die ik pleeg zijn nu niet aan de orde. Nee.
werkbezoeken aan bedrijven doe ik nu even niet. De stuurgroep Veilig in de Wijk, wat ik altijd met bewoners doe, heb ik nu even niet gedaan. Dus een aantal van die voor mij hele vitale, belangrijke ontmoetingen met georganiseerde burgers, ja, die komen te ontvallen. Ja. En daarvoor komt in de plaats veel videobellen of telefoontjes plegen. Je gaat ook niet naar gemakkelijk naar 100-jarigen als daar families zitten. Dus wat doe ik dan? Dan videobellen komt echt goed van pas. Ja. Een zoon of een dochter die dan de telefoon openhoudt. En dan kan ik met de jarige, met de 100-jarige toch nog even een praatje maken. Ja. En een bos bloemen laten we dan thuis bezorgen. Zo probeer je alternatieven te vinden om toch nog een warm gevoel over te brengen bij die mensen die dan op dat moment even de burgemeester nodig hebben. Het is wel alle zeilen bij. Het is pas en meten. Ja. 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 Dat lijkt me namelijk, U bent bekend als bruggenbouwer, dus ik kan me voorstellen dat het voor u toch ook geen leuke... Voor niemand is het een leuke periode natuurlijk, maar om uw ambt uit te oefenen. Volgens mij is het niet alleen voor mij, maar eigenlijk voor alle collega-burgemeesters is het... en als we dan ergens mee komen, dan hebben we ook een waardeloze boodschap. Mm-hmm. Blijf thuis, handen wassen, vermijd drukte, draag een mondkapje, dat soort. En dat zijn nou niet de leukste boodschappen waar je nu op het ogenblik mee naar buiten komt. Nee. 010-436-4436. Jasper Meijerink uit Rotterdam Centrum heeft gebeld. Dag Jasper. Ja, goedenavond heren. Zeg het maar. Goedenavond. Ik ben erg benieuwd naar uw visie, burgemeester, op het overlast van lawaaiige en hardrijdende bestuurders in het centrum. Maar vooral motoren en auto's in de binnenstad. Hoeveel tijd hebben we? De patserbakken. Het is echt een groeiend probleem. Ja. Veel mensen die afgelopen periode blijkbaar veel tijd hadden, ook in de zomer, die flaneren met hun dure auto's en soms hele bijzondere soorten uitlaten. De meent heb ik daarvoor moeten afsluiten. Ik heb Zwart-Janstraat in overleg met wethouder Boekhoven hebben we daar speciale drempels laten aanbrengen. Ik ben daar een paar keer wezen kijken en dan zie je toch dat mensen het presteren met van de enorme hoge Range Rovers daar rijden. Auto's voor mensen met grijze haar. Die kennen we nog. Nee, ik bedoel, die auto's kennen we nog uit de serie Dallas. Oh, ik dacht dat u bedoelt mensen met midlife crisis of zo. Oh, nou, die komen helaas ook, want die Maseratis, die rij jij en ik niet. Hè? Nee. En die gaan dan op de kop van Zuid, stationair, mind you, stationair, dus niet rijden en een gas geven. Om te laten zien, ik ben er. Hmm. Nou, wij weten dat je er bent. Dat vinden we heel fijn. Maar niet op die manier. Maar ook mensen die de Nieuwe Binnenweg gebruiken om daar heel hard te rijden. En soms op een eiland daar ook hele vervelende dingen doen. En dat is voor ons bijna niet tegen te handhaven. Want u begrijpt, ik heb veel capaciteit nodig bij de politie afgelopen tijd. Mm-hmm. Niet alleen voor coronahandhaving, maar wat dacht u van al die politie die ik heb moeten lenen aan Den Haag voor al die demonstraties op het Malieveld? Want daar hebben ook veel van onze dienders ook gestaan. Ja, het is van 2-1. Maar we hebben wel degelijk regelmatig ook succes. Zwart-Janstraat, om even een voorbeeld te geven. Daar hebben we van die speciale drempels neergezet. En mensen durven het echt tussen de ene drempel en de andere te accelereren. Toen hebben we besloten om toch weer nieuwe drempels ertussen te zetten. Om die afstand zo klein mogelijk te houden. En ze zijn gek. En dat moeten ze dus niet doen. Daar moeten ze echt mee ophouden. En ze moeten ook zich realiseren dat niet alleen hun rijkdom willen exposeren. Fijn dat je rijk bent. Heerlijk. Nou, meestal zijn ze gehuurd. Maar dat is ook rijkdom. Dat moet je ook nog kunnen betalen. Ja. Hè? Dat betekent voor een weekend ben je 2.000, 3.000 euro. Mm-hmm. Dat betekent dus dat je dat geld aan je wilt uitgeven. Doe het niet voor je medeburgers. Want handhaven alleen is echt problematisch. Jasper, dank je wel voor je bel. Ja, hartelijk dank. Daarover gesproken, want u zegt het net, hè, er worden agenten weggetrokken richting het Malieveld. Ja. Er worden agenten extra belast vanwege natuurlijk corona. Al die demonstraties, ja. Begin, de boeren en tractoren. Nou ja, maar begin deze maand, en volgens mij heeft u al eerder uw zorgen daar ook over uitgesproken, concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid in een rapport dat de aanpak van wijkproblemen onder druk staat. Ja. Wijkagenten zouden niet langer in staat zijn om plaatselijke problemen goed aan te pakken. Is er al licht aan het einde van de tunnel? Nee, zeker nog lang niet. Dat is een gesprek waar we
wat wij hier volgens mij al heel lang met elkaar hebben. Overigens, ik herken mij niet in dat rapport, omdat wij in Rotterdam hebben afgesproken dat 20% van de capaciteit van de wijkagenten op de noodhulp op de auto's wordt ingezet. Dus niet alle capaciteiten. Dus een wijkagent die 5 dagen werkt, werkt dus 1 dag in de week op de noodhulp en 4 dagen dus niet. Maar het probleem Groß und Ganz is nog niet opgelost. Want nationaal hebben we een handhavingstekort van 5000 agenten. En in Rotterdam 500 agenten. Ja. Dus we zijn nog niet klaar. Maar goed, dit tover je niet zomaar tevoorschijn. Nee, nou, er zitten dus nu weer wat klassen in de opleiding. Hè, dus dat is op zichzelf heel plezierig. Ook in Rotterdamse opleiding zitten mensen. Maar als die klaar zijn met de opleiding. Ja, dan zijn het nog allemaal beginners in de politiezorg. Ja. En duurt dat een aantal jaren voordat ze echt volleerd agenten zijn. We zijn nog niet klaar. En wat mij betreft is dat een van de lobbypunten bij de volgende kabinetsformatie. Ja, ja. Misschien dat er morgen al een beetje gelobbyd kan worden. Want dan zitten ze allemaal bij me. Nou ja, dan zitten ze niet bij elkaar. Nee, op de derde dinsdag als je dan moet lobbyen, beter laat. Precies, dat is waar. Wat dat betreft is onze lobby... Je kan niet vroeg genoeg beginnen, tussendoor. Toch? Wij hebben natuurlijk afgelopen periode behoorlijk gelobbyd voor die groeiagenda. Mm-hmm. Dat is dan niet politieagenten, maar dat is infrastructuur, dat is openbaar vervoer, dat is woningbouw. Maar dat is ook samenwerking tussen TU Delft en de Erasmus Universiteit in een campus om daar tot technologische innovaties te komen. Nou, die lobby is wat mij betreft ongelooflijk goed geland. En ik verwacht de komende maanden na Prinsjesdag dat daar besluitvorming over plaatsvindt door het kabinet. 010-436-4436. Lieke heeft een vraag gesteld die lijkt op die van de Rien van der Schelling. Lieke, goedenavond. Ja, goedenavond. Zeg het maar. Ik had een vraag, meneer Abu Talen. Goedenavond. Wij wonen in de wijk Kralingse Veer. Kent u de wijk? Nou en of. Dat is een prachtig mooie voetbalorganisatie daar. Een mooie amateurs. Klopt. Ja. Inderdaad. Heel ziet u wel? Ja. Ziet u wel, ja. Wij zitten natuurlijk ingebouwd in de gemeente Capelle. Ja. En hiernaast zit het Rivium. Dat waren allemaal kantoorgebouwen. Dicht bij de snelweg, Ja, daar willen ze een hele nieuwe hippe wijk van maken. En die hippe nieuwe wijk willen ze dus zeg maar afsluiten. Willen ze een hele omweg maken, geloof ik, onder de Brienenoord. Maar wat gebeurt er? Wij hebben een 30 kilometer weg, er mogen geen vrachtwagens doorheen. En wat denkt u, hè, bij die drukke weg, daar gaat natuurlijk iedereen bij ons door de laan crossen, scheuren om in Krimpen te komen. Capelle West, Ravenland. Nou, hebben de gemeente Capelle natuurlijk al op aangesproken. En wat zeggen ze steeds? We zijn in gesprek met de gemeente Rotterdam. Nou, we hebben een bewoners, organisatie... opgeroepen. Mm-hmm. En die hebben al heel veel contact gehad met wethouders, met de gemeenteraadslieden. En niemand weet ervan. Ik volg me daarbij, want ik wist er ook niks aan. Nee. Is die weg ook 30 kilometer ingericht? Ja. Ja. Weet u het zeker? Ja, ik weet het heel zeker. Ze hebben allemaal versmallingen gemaakt. Want dan kunnen we handhaven. Maar het is natuurlijk wel zo, als zij natuurlijk het Rivium, want ze gaan natuurlijk een hele hippe wijk maken, als ze dat gaan afsluiten, dan is het natuurlijk het allermakkelijkste om van die Abraham van Rijkenwoordselweg onder ons mini-wijkje met allemaal hele oude woningen, om daar doorheen te krossen. Dat is maar zeer de vraag, of dat dan gewenst is, om de wijk dan te gebruiken als een soort alternatieve doorgaande route. Ja. Dat weet ik. Ik ken de situatie hier niet precies ter plaatse. Nee. Maar als die weg nu, we praten over nu, als die nu uitgerust is als 30 kilometer route, dan kunnen we daar op snelheid handhaven. Als die niet uitgerust is als 30 kilometer route, dan kunnen we niet handhaven op 30 kilometer. Wel op 50, maar niet op 30. Ja, maar het is 30. Ja. Dat is ook verboden voor vrachtwagens. Ja, maar u praat ook over de toekomst ook. Hè? U gaat, zegt de wijk wordt gemoderniseerd en dan bent u bang in de toekomst dat ook die weg dan ook als een sluiproute wordt gebruikt. Ja. Doet u me een plezier als u mij daar nog even een mailtje over stuurt. En maakt u ook wat foto's ook van die omgeving. Stuur ze dan nog even door, dan kan ik ook met wethouder Boekhoven over spreken. Ja, nou hartstikke fijn. Ja. Want het is echt zo'n schattig wijkje. Met allemaal gezellige bewoners. En een mooie voetbalclub. Dat is toch leuk. En een mooie voetbalclub. Fantastisch, dat zeg ik toch. Ik zit je niet uit te lachen. Nee, ik heb daar, niet zo lang geleden heb ik er mensen gehuldigd. Omdat ze heel lang aan die voetbalclub verbonden waren. Ja. Oh, serieus? Ja. Wat leuk. Nou, ik vind het leuk dat u de wijk kent. Want de meeste mensen, Kralingse Veer, zeggen, waar is dat? Nou, ik kan je nu vertellen, het staat nu helemaal op de kaart. Want het is op Radio Rijnmond geweest. Ja. Fantastisch. Dankjewel. Ik ga u gewoon een
mail sturen. Dank u wel voor het luisteren. Ja, dank voor het bellen. Dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. Oké, tot ziens. Fijne avond. Dank u. Even wat korte vragen die binnen zijn gekomen via de mail, meneer Aboutaleb. Wendy Paling die schrijft... hoe gaat de gemeente Rotterdam Diergaarde Blijdorp financieel helpen? Dat is een goede vraag. Wij beschouwen als college beschouwen wij Diergaarde Blijdorp als een icoon van de stad. Ja. Op enige wijze, en ik kan daar helaas nog niet zoveel over zeggen, omdat de begroting van het college nog openbaar gemaakt moet worden. Maar op enige wijze. Er wordt over gesproken dus. Op enige wijze zal het college zijn bijdrage leveren. Ja, dus. Ja, we gaan. Het college is zeker van plan om op enige wijze. Het is zo lastig om dit te laten. Om hè, wat is wel een icoon van de stad en wat is geen icoon van de stad? Icoon van de stad in beide gevallen sprake van een commercieel bedrijf. Nou, een icoon van de stad is als die van de stad weg is, dan amputeer je iets aan het lijf van de stad. Ja. En Blijdorp, mag niet verloren gaan. Als je die laat failliet gaan en of die moet verdwijnen, dan verdwijnt er een wezenlijke lichaamsdeel van de stad Rotterdam. Dat is denk ik het verschil. En Wendy die maakt zich ook zorgen over de bruggen. Zijn die eigenlijk wel veilig? Ja, daar kunt u natuurlijk niks over zeggen. Het onderzoek is nog in volle gang. Dat is altijd zo. Als er zo'n ongeluk gebeurt, dan is er heel veel... Nou ja, dat lag gelijk... Zijn de bruggen wel veilig? Ja, er is gelijk een... Ik geloof... Het bedrijf van arbeid en de VVD hebben vragen over gesteld. Die hebben aan u en het college een vraag gesteld. Ja. Maakt zich zorgen over het onderhoud van de bruggen en andere objecten in Rotterdam. Nou, wat ik weet is dat we afgelopen jaren, zelfs in de crisistijd, wel degelijk gewerkt hebben. Aan onderhoud van vitale bruggen en wegen in de stad. En misschien weet u nog wat de Willemsbrug helemaal in nieuwe lak is gezet. Dat heeft ook nog wel wat voet in de aarde gehad. Het heeft wat voet in de aarde gehad. Het heeft dus heel wat problemen opgeleverd. En ik weet dat we altijd periodiek inspecteren. De vitale delen altijd inspecteren. Maar ik denk dat het goed is dat de vragen nu maar eens goed beantwoord worden door mensen die daar verstand van hebben. Want ik houd niet elke dag bij. Nee. Maar ik weet dat in zijn algemeenheid, we zelfs in de crisisperiode, toen wij als stad Rotterdam een 500 miljoen verloren van onze begroting. Ook toen ontleiding van Joost Ietmans als wethouder buitenruimte. Toch ook heel veel gedaan is aan onderhoud en inspectie van bruggen. Maar ik moet het antwoord schuldig blijven als het gaat om concrete... Maar u kunt in ieder geval wel zeggen, onderhoud is nooit een bezuinigingspost geweest. Niet dat ik weet. Ik denk dat het goed is om deze vragen daar wel precies te beantwoorden. Ja. Want ik wil oppassen dat ik dingen zeg waar ik later spijt van heb. Dat lijkt me heel verstandig. Petra Richters, zij is leerkracht in Charloos. Dag Petra. Goedenavond. Zeg het maar. Ja, ik ben heel benieuwd waarom de gemeente aan de ene kant geld geeft aan CZ-scholen, Children's Zone scholen, om allemaal extra dingen te kunnen doen, extra leerkrachten aan te kunnen nemen, om het goed te doen voor de kinderen in de achterstandswijken. En aan de andere kant hebben we nu vanaf 1 oktober aanstaande betaald parkeren. Voor de helft van de leerkrachten zijn er parkeervergunningen, de andere helft moet het zelf gaan betalen. School gaat de helft vergoeden. Je krijgt alles vergoed. In mijn geval betekent het gemiddeld per week €30 aan parkeergeld. A40 werkweken. Wij zijn heel blij dat bij ons op school dat er geen openstaande vacatures zijn. Ik weet niet zeker of dat na 1 oktober ook nog zo is. Hoe belangrijk is de leerkracht voor burgemeester Aboutaleb? Heel belangrijk. Maar ik vind dat u een valse vergelijking maakt. En dat is? Dat er parkeren met de haren wordt bijgesleept. Want parkeren is een ander ordeningsinstrument voor de stad. Die nodig is om uiteindelijk ook bewoners te verlossen van al die commuters. Al die mensen die met de auto daar komen parkeren. Om vervolgens met het openbaar vervoer naar het centrum of op een andere plek te gaan. En vaak is overigens het tot stand brengen van parkeren is... een verzoek van de bewoners. Die kan rekenen meestal op behoorlijke draagvlak, want anders doen we dat niet. Een belangrijke basiseis is dat de bewoners het willen. Maar dat staat volstrekt los van de leraren die ook nodig zijn voor scholen. En dan is denk ik gewoon van belang dat u als leerkracht of andere leerkrachten met uw schoolbestuur in gesprek gaat om daar gewoon een vergoeding te krijgen voor dat parkeren te plaatsen. Ik denk dat de weg is. Maar het hebben van betaald parkeren als ordeningsinstrument heeft een ander doel dan het hebben van extra leerkrachten in verband met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Dat begrijp ik, maar het gaat bij ons van dezelfde hoop. Of mijn directeur vergoedt mijn parkeergeld het hele jaar door, keer nog eens 11 leerkrachten. Of ze kan het ten goede laten komen
aan de school en aan de kinderen. Of ja. misschien wel aan een leerkracht. Ja. Want voor mij persoonlijk is het op jaarbasis, gaat het, als ik geen enkele dag op de fiets naar school ga, gaat het €1200 kosten. Ik heb ook collega's die zeggen, weet je... Maar een docent kost al gauw €40.000 per jaar. Ja, dat dus, snap ik. Ja, dus die vergelijking gaat echt niet op. En ik ben er ook helemaal niet gevoelig voor. En ik vind het ook fijn dat u zegt van regelmatig kom ik dan ook met de fiets. Nou, dat is ook heel verstandig. En ik denk dat het heel goed zou zijn dat mensen veel met openbaar vervoer of met de fiets zouden komen. Maar betaald parkeren heeft een ander doel. En als er echt problemen ontstaan met parkeren van iemand die komt uit Gouda als docent, dan zou daarvoor een uitzondering gemaakt moeten worden en zou de directeur van de school moeten regelen dat er een parkeervergunning tegen betaling wordt aangeboden. Het is geen lump sum meer, hè? Dus het is gewoon één pot geld en die kun je die uitgeven. Mijn vraag had dan eigenlijk moeten zijn, waarom niet voor elke leerkracht, voor elke werkdag van de leerkracht, een parkeervergunning vanuit de gemeente? Ja, maar zo kun je voor iedereen een uitzondering maken. Hè? Je kunt voor de verpleegkundige een uitzondering maken die in een verpleeghuis werkt, dat is een vitaal beroep. Je kunt een uitzondering maken voor heel veel andere beroepen. En uiteindelijk dan ondergraaf je daarmee toch het belangrijke doel voor de bewoners, namelijk dat de omgeving dit wordt voortgeplept met auto's. Dus ik denk dat het echt goed is om met uw eigen directie in gesprek te gaan over hoe daar een vergoeding voor gegeven wordt. En daar hou ik het even bij. We hebben beide partijen nu gehoord. Petra Richters, dankjewel voor het bellen. Via de mail, Tim Schipper. Auto blijft een gevoelig ding altijd. Via de mail, Tim Schipper. Geachte heer Abu Talib, ik ben rond de 30 hoog opgeleid docent op een school in het hartje van onze mooie stad. Mijn opmerking, ik vind het fijn dat u nog een termijn door wil gaan als burgervader. Mijn vraag, ik zou graag een betaalbaar appartement huren in Rotterdam, maar er is heel veel schaarste. Het liefst koop ik een woning, maar dat is voorlopig helemaal onbetaalbaar. Hoe gaat de gemeente Rotterdam de huizenkrapte aanpakken en hoe voorkomt de gemeente de uitstroom van jong, hoogopgeleide mensen die vanwege het tekort aan betaalbare woningen hun geluk elders gaan beproeven? Van de week werd natuurlijk bekend dat de huurstijgingen in Rotterdam sky high zijn. Het is wel een probleem natuurlijk. Ja, hoe houden we Rotterdam beschikbaar voordat we Amsterdamse toestanden gaan krijgen? Hoe houden we Rotterdam beschikbaar voor... Er zijn drie antwoorden eigenlijk daarop. Mm-hmm. Het eerste heet bouwen, het tweede heet bouwen en het derde heet ook bouwen. Ja. Eindeloos bouwen. Wij hebben ook een ambitieus bouwprogramma. En we willen daar graag mee doorgaan ook de komende periode. En ik denk dat een volgend college ook daarmee zal doorgaan. Mm-hmm. We hebben gewoon een schaarste aan woningen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Yeah. Dus je merkt dat als je rond de €35.000 per jaar verdient, dan val je net in de sociale norm. Dan kun je een huis huren van een sociale woningbouwvereniging. Verdien je daar meer, dan ben je aangewezen op de markt. Maar verdien je €40.000-50.000, dan kun je een huis op de markt niet kopen. Heeft u daar wel eens over gesproken met Den Haag bijvoorbeeld? Ja, kom op, hé. Want ik zit hier als burgemeester. Wil ik graag de burgemeester zijn van iedereen en niet alleen maar van de juppen. Nee, maar het probleem waar we mee zitten is dat er ook projectontwikkelaars en anderen wel willen bouwen. En dan hebben we een probleem wat Den Haag moet oplossen. En dat heet stikstof. Ja. We kunnen met de stikstofproblemen op dit moment eigenlijk gewoon heel moeilijk uit de voeten. En het staat heel veel projectontwikkelaars in de markt, staat dat in de weg. Maar Bas Curvels, onze wethouder, die heeft daar echt een dagtaak aan. Hoe zorgen we ervoor dat we meer gaan bouwen de komende periode? En als je per jaar enige duizenden woningen zou kunnen bouwen, dan bidt dat zo laat, maar dan ook niet morgen. Dus ik denk dat dat helaas nog even kamperen is, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Omdat er gewoon schaarste is. Ik had nog een mailtje liggen van de politiek in Rotterdam. Ondertekend door Vincent Karmans van de VVD. Met daarin de oproep om het voorbeeld te volgen van de Zaanse burgemeester Jan Hamming. Winkeliers, verkoop geen messen aan kinderen jonger dan 16 jaar. Ja. Gaat u binnenkort met de winkeliers hier in dat gesprek? Dat hoeft niet, want ik steun Jan Hamming zeer. En ik heb het hem vanmiddag ook nog in persoon ook gezegd. Mm-hmm. En bovendien zijn oproep is vandaag onmiddellijk gehonoreerd door de betreffende bedrijven nationaal. Dus het hoeft niet. Dat is geen besluit alleen in Zaandam. Het is een nationaal besluit. Jawel, dus, maar goed, er kunnen winkeliers hier in Rotterdam zijn. Zijn oproep was gericht aan drie grote ketens. Ja, okay. En die is vandaag onmiddellijk gehonoreerd, dus dat is fantastisch. Ja. Fantastisch. Goed verhaal. Goed. Dus ik ben overigens blij dat er de laatste anderhalve maand ongeveer aan ons in Rotterdam, aan het front van die messen, dat het enigszins rustig is. Nou ja, daar hebben we een paar maanden geleden nog hele discussies over gehad. Ja, we hebben natuurlijk wat aan gedaan. We hebben helaas ook nog heel veel van die dwangsommen opgelegd. Mm-hmm. Want dat was moeilijk veel discussie over te doen geweest. Een last onder dwangsom, zoals dat dan heet, dreigen met een boete van 2.500 euro. Aan de ouders, hè? Aan de ouders. En we hebben ook soms aan de jongeren zelf de dreiging geuit. En helaas escaleerde de gang van zaken
zitten in Den Haag met een steekpartij waarbij ook Rotterdammers betrokken waren. En dat heeft geleid tot heel veel aanhoudingen in de afgelopen periode. Dus ik mag hopen, en waar ik heel blij mee ben, is als een Amsterdamse moeder die zei van onze kinderen moorden op deze manier elkaar uit en dat moet echt ophouden. Dat was het eerste geluid waar ik uit die hoek zelf ongelooflijk blij mee ben. Dat de ouders zelf publiekelijk het internationale nieuws zeggen. Dit kan niet, dit moet stoppen, dit moet ophouden. En reken maar dat dat invloed heeft. Want als ze deze jongeren ergens voor respect voor hebben, dan is het hun moeders. De moeders blijven de bazen, ja. Meneer Woudenberg uit Nesselanden, die zou graag willen dat de vuilcontainers vaker worden geleegd. Inwoners van het aangrenzende Nieuwe Kerk en IJssel moeten betalen voor hun vuilnis. Dus komen hun vuil in Nesselanden weggooien. Ja, heerlijk toch? Nou. Ongelooflijk, hè? Waar de mensen dus allemaal niet rekening mee houden. Dat ze een paar centen voor hun zak niet willen betalen in aangrenzende gemeenten. En dat komen ze bij ons dumpen. Daar is op het ogenblik bijna niet tegenaan te werken met al dat afval. Want zeker dat thuiswerken van heel veel mensen leidt tot heel veel afval. En dit winkelen in centra van onze steden betekent ook heel veel wordt besteld. Dus heel veel karton en heel veel plastic. Mm-hmm. Wat gepaard gaat met het aanleveren aan huis van producten. En dat gaat allemaal in de containers. En helaas hebben we de afgelopen weken ook nog een aantal besmettingen gehad bij de Rotep. Van collega vrachtwagenchauffeurs en medewerkers. Die zijn dus uit voorzorg in quarantaine gegaan. Mm-hmm. Nou, dat levert wat capaciteitsproblemen. Dat is nu bijna verholpen. Ja, moeten we rekenen? Wordt het allemaal nog opgehaald? Het wordt allemaal opgehaald. Maar als er echt, zoals het dan heet, bijplaatsingen zijn op plekken. Dan is het handig dat men hier even checkt. Ik check namelijk de dingen zelf ook. Mm-hmm. Of die containers echt vol zijn. Ja. En als ze vol zijn, dan moet die echt Rotep bellen om het spul te komen ophalen. Daar hebben we gewoon 14.010 voor. Maar als ze leeg zijn, ja, dan betekent dat de sensor van die container niet doorgeeft dat die vol is. Ja. En er zijn helaas heel veel mensen die dat toch niet doen. Ik was vorige zaterdag, niet afgelopen zaterdag daarvoor, aan de Ridderlaan op Zuid. En er lag afval naast de containers. En als ik dan vervolgens zo'n container open doe, dan kan ik de zak die daarnaast ligt gewoon erin gooien. Ja. Dus de vraag is, waarom doen de mensen dat? Ja. Want je kunt wel de wethouder daarop aansprakelijk stellen en de burgemeester, et cetera. Het is uiteindelijk gedrag van burgers die soms ertoe leidt dat het afval niet op die plek terechtkomt waar het thuis hoort. We hebben nog één beller. Hebben we daar nog tijd voor? Ik kijk eventjes met schuldgevoel naar de regisseur. Of via de mail dan nog eentje. Even kijken hoor waar die dan is. Mevrouw of meneer Supriana, geachte heer Abu Talen, door mijn werk als beveiliger van een koffieshop hier in Rotterdam moet ik vaak het antwoord schuldig blijven van toeristen die onze mooie stad bezoeken, waar zij kunnen roken. Sinds 1 april mogen ze immers niet meer in de koffieshops roken. Ik vraag me dus af waar onze toeristen mogen roken. In principe is het zo dat het roken van wiet in de openbare ruimte is verboden bij de APV, maar daar handhaven wij niet op. Wij handhaven alleen op de daarvoor aangewezen gebieden. En met name in de buurt van de ROC's en nog een paar andere plekken. Maar in de onmiddellijke nabijheid van een koffieshop kan doorgaans gerookt worden zonder dat daarop gehandhaafd wordt. Mijn advies zou zijn voor de buitenlandse toeristen, zoek een beschutte plek om dat te doen. Dat kan op een bankje in een park of anderszins. Ik heb overigens liever niet dat buitenlandse toeristen naar Rotterdam komen voor wiet. Nee. Maar dat is duidelijk. Ik heb voor architectuur voor de keuken en voor de mooie stad. Ja. Maar niet voor wiet. Hoe is het in Carnisse eigenlijk? Nou, maar Carnisse. Ik moet het even uitleggen, want u bent één keer in de week in de wijk Carnisse te vinden. Ja. Zijn ze al een beetje gewend aan u daar? Ja, zo langzamerhand wel. Ik heb nu heel wat wandelingen gemaakt daar. Met bezoeken aan burgers, bezoeken aan bedrijven, bezoeken aan huisartsen. Uh-huh. Ik had in de buurt van een supermarkt een hele bijzondere ontmoeting met een mevrouw die verkoopt sigaretten in een winkel waar enorm veel grote groepen jongeren voor de deur staan. Een ongewenste samenscholing, de hele straat blokkeert. En toen ik naar binnen liep om bij die mevrouw te vragen van hoe vindt u nou dat hier gaat bij u voor de deur. Zo agressief was ik nog niet eerder behandeld. Nergens eigenlijk. En daar voor het eerst. En die mevrouw en haar baas hebben inmiddels van mij een schriftelijke waarschuwing gekregen voor wat daar gebeurt. Dus het is wel zaak dat zij opletten, want ze mogen daar geen samenscholingsactiviteiten toestaan voor hun winkel. Daar zijn ze verantwoordelijk voor.
Dus ja, dat doen we dan. Er komt een plan om camera's te plaatsen binnenkort. Dus we zullen daar in het gebied camera's gaan plaatsen. Sven de Lange is samen met mij bezig om de Oost-Europeanen daar buiten te slapen. Op een goede manier te helpen. We zijn in gesprek ook met onze mensen van stedelijke ontwikkeling over de woningbouw die daar moet gaan plaatsvinden. En mijn verwachting is dat er niet een hele bijzonder plan, maar dat we samenhangend ergens, verwacht ik, in december aan de gemeenteraad iets kunnen presenteren. Maar dit zijn zo ongeveer de ingrediënten. Ze weten dat u er bent. Het is echt heel leuk. Het is een nieuw kid in town. Ja. Ja, ja. Ik ben de buurman daar, ja. Ja, precies. Ja. Morgen Prinsjesdag, meneer Aboutaleb. Hoe gaat u die beleven? Helaas anders dan anders. Ja. Normaal gesproken zit ik met onze wethouders in Den Haag. En dan kijken we samen naar de troonrede. En dan mogen we zwaaien nog naar de majesteit die dan langskomt op een safotje. Dat is er allemaal mooi geniet. Dus we gaan het gewoon op het stadhuis volgen. Ja. En kijken of daar nog prettig nieuws in zit voor de stad. Waar hoopt u op? Want er is natuurlijk al het een en ander gelekt. Ja, er is veel gelekt. Eigenlijk is mijn verwachting niet zozeer morgen. Maar mijn verwachting is pas eigenlijk zo ergens in november. Als die grote plannen van ons rondom infrastructuur samen met de provincie en de regio. Als die behandeld zullen worden door een commissie. Die door het kabinet daarvoor in het leven is geroepen. In het kader van een groeifonds voor de komende jaren. Daar is mijn hoop op gevestigd. Dat daar goede, interessante besluiten voor Rotterdam en de regio zullen worden genomen. Meneer Aboutaleb, ik wens u gezondheid en wijsheid toe. U ook. Dank u wel voor uw komst. Goedenavond. Dank voor het kijken ook naar de stream op Rijmel.nl. Die is zometeen terug te kijken mocht je de half zijn ingestapt. En heb je nog vragen voor de burgemeester? Volgende maand is die weer bij ons. En je kunt dan mailen radio@rijmel.nl. Goedenavond.